Het gebeurde echt. Een Chinese zakenman vloog met zijn privéjet naar Eindhoven. En in het Evaluon presenteerde jonge Willy Wortels daar hun nieuwste ontdekking. De Chinees vond het zo mooi dat hij meteen zijn portemonnee trok om de jongens verder te helpen. 1 miljoen. Bert-Jan. Wat gebeurde er daar op het podium? Wat dacht je? Wij zijn nog collectief nog steeds aan het bijkomen. Ja, hè? Dit is pas de tweede keer dat we een demodag doen. Dit is heel blij team wat we hier zien. Ja, maar vind je het gek? Die hebben 600.000 opgehaald met meneer Yu Mingfang. Die met zijn privéjet naar Eindhoven komt. Omdat hij gehoord heeft van wat wij hier allemaal doen. En hoe gaaf dat is. En die denken, daar wil ik het fijner van weten. Ja, dat is de man. Thank you. Thank you. Ja. Nou, dat wij die zelf nog niet bedacht hebben. Ja. Ja, maar wij zijn te druk om met die meneer de zaken rond te maken. Dit is hem gewoon. Ja. Geweldig, toch? God, dat zou een leuke tweet zijn. Wat krijgt meneer Yu voor al dat geld dat hij investeert? Wat meneer Yu daarvoor krijgt zijn potentieel heel succesvolle starters. In het geval van Manus, die een slimme handschoen hebben ontwikkeld. Ja. Een potentiële markt van 21 miljard. Ja, komen we dadelijk op. Ja. Maar wat krijgt hij er dan voor? Aandelen. Aandelen. Nee. Aandelen. Nee. Okay. Dus hij wordt voor een deel mede-eigenaar van het bedrijf. Want tijdens die demo day, wat moesten die jonge slimmerikken daar doen? Nou, vertellen wat ze in een paar minuten, wat ze de afgelopen 3 maanden hebben gedaan. We gaan eerst even kijken naar 2 prachtige voorbeelden van lumineuze ideeën. Startups to have the future. Our partner iMake introduced Unicare. They are based in the Netherlands and they developed a new personal healthcare program that empowers women to live free from incontinence. Dit is wat we hebben ontwikkeld. Het is een device om urineverlies te genezen. Hoe werkt het? De device zou in de onderbroek gemonteerd worden en het stuurt signalen naar een app. En naar een personalized training die gemaakt is door de Maastricht University Medical Center. En waarom is dit zo belangrijk? Dit gaat 400 miljoen mensen wereldwijd helpen om hun urineverliesprobleem op te lossen. Can you imagine that? I think that they can help also. A glove that tracks movement of a hand and turns it into digital data, allowing it to transform the hand into a controller. De Manus is een handschoen waarmee je technologische producten kan gaan aansturen. Er zitten verschillende technologieën in die de bewegingen van de hand bijhouden. En met die data kunnen wij op de computer dat omzetten naar commando's. Ja, omdat wij altijd onze handen gebruiken, willen we dat het ook voor alles gebruikt kan worden. Communicatie, robotica aansturen, computers, maar huishoudelijk. Ja, en jullie zoeken geld, hè? Nou, niet meer. We hebben zojuist te horen gekregen dat we volledig gefinancierd zijn. Hoeveel hebben jullie gekregen dan? 600.000. Nu kunnen wij er ook voor zorgen dat wij in een rap tempo op de markt zijn. En dat mensen ook zo snel mogelijk ons product kunnen gaan kopen. Helemaal top dit. 6 ton rijken, ja, en zo is het maar net. Maar die 6 ton rijken, die komt wel van een Chinees. En waarom is er nou niet zo'n durfkapitalist als een Hollander die hier gewoon flink in investeert? Maar die is er ook. Ja? Star Engine, en die een elektrische jerrycan hebben gemaakt. Zo'n laadpaal die je in je auto, in je Tesla mee kan nemen. Die hebben 2 miljoen opgehaald van Frans van Gils. Een Nederlander. En dat hebben we ook bekendgemaakt op demodag. Dat is een Nederlander. Maar zijn het meer Nederlanders die in ons investeren of moeten we het toch echt wel van het buitenland hebben? Nou, van beide zou ik zeggen. Hè. We moeten ook vooral in onszelf investeren. Dus er moeten meer Nederlanders komen hè, die succesvol zijn. En die ook zeggen, van, ik ga ook de jonge ondernemers helpen en daarin investeren. Maar ook zeker buitenlands geld is van harte welkom. Want zo'n investeerder neemt niet alleen geld mee, maar ook een netwerk. En toegang tot bijvoorbeeld de Chinese markt. Maar kunnen wij dan wel heel trots zeggen, dit is een Brabants ontwikkeling. Het is hier ontwikkeld. Het is ons Brabant, ons ding. Wij hebben het bedacht. Voor een stuk zal het hier worden gemaakt en het wordt wereldwijd verkocht. En die banen hè, van het bedrijf, een belangrijk deel, hopen wij ook hier in Eindhoven te genereren in de toekomst. Maar hoe doen jullie dat dan? Want ze zijn hartstikke slim, ze hebben lumineuze ideeën, zoals we al zeiden. Maar dan, loopt het dan vast? Nou, wat je ziet is, een idee is makkelijk. Hè. Je hebt ook veel ideeën, ik ook krijg je applaus van familie en vrienden. En ja,
Maar ga het dan maar eens doen. Ja. En het, dat weten jullie ook. Je hebt een idee, ga een zonneauto bouwen waar 4 mensen in kunnen. Maar dat doe je niet alleen met 22 mannen. Daar heb je echt mensen voor nodig. Dus je hebt een netwerk nodig om succesvol te kunnen zijn. Heb jij meneer Yu al een hand gegeven? En sterker nog, donderdag voor vrijdag dat hij ging investeren... heb ik een presentatie gegeven over Stella aan die Chinese groep. Ik heb nog nooit zo'n gekke presentatie gegeven. Want ze begonnen al foto's te maken van mijn scherm toen ik aan het presenteren was. Ik denk van, wat zijn dit voor gasten? Kijk, later horen dat hij dus een 500.000 zo even over tafel heeft geschoven. Ik denk, zo. Echt, hè? Er wordt best wel veel geklaagd dat er te weinig geld is voor innovaties. Is dat terecht? Is er een gebrek aan geld? Of is er een gebrek aan de goede ideeën? Of is er een gebrek aan de juiste samenwerkingsverbanden? Of gaat het eigenlijk allemaal heel goed? Ik denk dat er een gebrek aan mensen is zoals bij Jan. Zoals mensen die er gewoon in geloven. Die zeggen van het begin af aan, wij geloven in dit idee en wij willen dit gewoon top maken. En die mensen mogen er wat mij betreft over rondlopen. Ja. Wanneer ben je dan als laatste even als student echt geschikt om mee te doen aan zo'n start-up bootcamp? Nou, als je een goed idee hebt, als je wilt ondernemen en als je je realiseert dat je dat niet alleen kan. Hè? Want ja, je kan wel op je kamer blijven zitten, maar niemand vindt jou dan. Maar je kunt er niet zomaar een leuk idee hebben. Het moet wel een heel goed idee zijn, lijkt me, of niet? Ja, het moet een heel goed idee zijn. Maar dan nog heb je alle hulp nodig die je kunt gebruiken om wereldwijd het product in de markt te gaan zetten. Maar hoe bepaal je dat dan, dat het een goed idee is? Nou, dat doen we met een heleboel mensen. We hebben allemaal slimme mensen op die campus op 5 minuten lopen. Die nodigen wij uit om mee te kijken naar die ideeën. Dus een soort van selectiedagen doen we dan. Er zitten dan 100 man met 20 start-ups te praten de hele dag. Nee, niet 1 hele dag, 2 hele dagen. Mm-hmm. En dan selecteren we de 10, 11 beste. En die nodigen we dan uit om 3 maanden midden op die campus te komen zitten. Die verbinden we dan met al die partijen in het netwerk. En dan zie je dus die versnelling en ineens dat het gaat gebeuren van idee naar product, naar markt. En als het dan ook nog die buitenlandse studenten zijn die hier komen om het te ontwikkelen en daarna misschien wel weer uitvliegen naar hun eigen land of naar een ander land. Is het dan nog steeds een Brabants ontwikkeling? Nog steeds een Brabants ontwikkeling, want die gaan terug naar hun land en die denken altijd terug aan Eindhoven. Wij kunnen ze altijd bellen. Stel je dan voor dat ze in een Amerikaan terug gaat naar de Valley, dat een supergroot bedrijf neerzet. En die denkt altijd terug waar het is begonnen. Dat is eigenlijk dus Eindhoven. De hele doelstelling. Nee, wij willen het merendeel van de banen willen wij gewoon hier houden. Maar het moet ook niet erg zijn. Start-up moet gaan zitten waar hij het meest succesvol kan zijn.